Hallo iedereen en welkom bij FIFA 12 voor de Wii. Gewoon een klein kijkje. Als je ziet, dit is het gelijke beginscherm. Het is heel anders dan volgens mij FIFA 11. Heb jij ooit al FIFA 11 laten zien? Nee, maar als ik zo denk aan, ik heb FIFA 09. Ja, als ik kijk naar FIFA 09 is het heel anders. Het meest kutte is, je kunt niet online spelen. Godvertaal joh, godvertaal. Ja. Ik ben wel aan gewend geraakt om eerlijk te zijn. Ja, oké. Okay. Ook, waar wilde jij nou beginnen? Ik ben speler 2 en jongen speler 1. Nou, dan heb je hier al... Ruben gaat dit voor het eerst spelen, dus dat wordt lol. Wow! Dit is gewoon je stad. Ik heb... Mijn naam van de stad is Jorenstad. Kut. En dan heb je allemaal verschillende modus. Als je plus klikt, dan laat je dat zien. Nou, simpel is om te houden is dat je hier gewoon een vrij potje gaat spelen. Lijkt me wel leuk, maar even kijken. We sturen het hele team in deze wedstrijd. Moet je even met je pijl op een pijltje klikken zo? Links, ja. En dan in mijn team. Oh, oké, is goed. Ja. Dus ik ben gewoon volledig jouw team. Ik ben geen chameleon, ik ben niet voor de ene dag. We zijn gewoon Barcelona en we gaan tegen wie? Ik moet heel even toegeven, ik heb nooit een Barcelona gehouden. Gewoon tegen Inter. Maar ja, ja. Zal ik die song over Joden vertellen of niet? Ah, dat kan wel, ja. Oké. Okay. Of zal ik hem anders gewoon even een link in de beschrijving zetten na het liedje? Ja! Maar nee. Want ik schaam het gewoon vast. Oké, okay, doe maar niet voor. Ja, oké, okay, misschien later. Ja. Oh, kan nou. Het is allemaal goed. Half uur, iets langer mag wel hoor. Het is genoeg. Jongen, even net even. Papa, we zijn aan het filmen. De bank is niet echt ideaal om over te praten in een videootje. Nee! Nou goed, die kun je nog altijd nog een keer op de besturing kijken, of net voor de wedstrijd. Ik heb Joris net even uitgelegd, ik heb trouwens, ik ben het weg. Bal je schiet, vrije trappen, strafschoppen, wordt ook allemaal uitgelegd wanneer je voor de eerste keer doet. En dat weet ik, want we dit zo lang hebben en ik dit pas voor het eerst speel, omdat ik gewoon niet van voetbal hou. Ja, ik ben er geen fan van. Maar ik heb wel gezegd... Jij bent nummer 2 in ieder geval. Oké, okay, jezus. Dat is het simpelste. Oké, okay, A was paas, hè? Ja. Oké, okay, nu kan ik me op... Ja. En alleen als je naar jezelf... Alleen als je naar een ander paas dan verander je... Ja, dan krijg ik de bal uit. Ik heb het gevoel dat mijn besturing net even niet goed ging. Want ik ging nu gewoon niet goed te besturen. Je loopt zomaar naar beneden of zo? Weet ik. Dat doe ik niet. Dan moet je altijd even... Nu check eruit. Nou wacht eens. Blazen. Muntje kun je in en dan zal het waarschijnlijk wel goed zijn. Nieuwe tip. Lekker, ik heb de batterijen voller. Zie je? Ik ga nog steeds naar beneden. Nee, volgens mij niet. Kijk, ik doe nu niks, hè? Ik doe nu niks. Ik ren toch naar beneden. Ah, even opnieuw. Gewoon even wachten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Dit zou ze toch niet doen omdat ik nu voor het eerst speel, hè? Nee, dat is niet zo. Goed. Even testen. Nee, gebeurt paas is hier. Want als het... Oké, goed, netjes. En hier een paasje. Oh, wat doe ik? Het is toch allemaal het seksuele team? Nou, nee, lijkt me niet. Oh ja, zou het misschien even... Katje. Oh, netjes. Dit ass! Oh ja, FIFA is heel anders op een Wii dan op bijvoorbeeld een Xbox of een PlayStation. Oh, vandaar dat ik het helemaal niet kende toen ik het met Rutger speelde. Iemand die ik ken die wel een Xbox heeft en waarop we ook eens eerder FIFA 12 hebben gespeeld. Waarom ben ik zo schil aan het schieten? Omdat je homo! Nou, nee, dat niet. Dat je homo's ook gaan. Zitten er homo's in je klas? Nee, natuurlijk niet, dacht ik al. Hoe kan ik dat weten? Ik zit er op 8! Oh ja, natuurlijk. Wat doet hij? Hij zit in toet. Ik ga rennen. Hoe ging ik ook weer tackelen? Zwaaien. Netjes. Oh, buitenspel, lekker dan. Oh wow, ik zag hem ook echt zo'n tornado maken. Die andere speler die het omviel. Goed, klein paasje dan maar. Tik je goed zo. Eigenlijk kan het best simpel zijn, als ik het zo opzie. Maar ik heb wel FIFA... Ik heb wel een andere FIFA voor jou gespeeld. Ooit een keer, ik weet niet. Was het 9?
Daar met die Mii-poppetjes. Ja, dat was met denk ik FIFA 9. Wat ik me nog wel kan herinneren over FIFA, dat ik in de Super Door zat. Dat is nog heel lang geleden. Ik denk toen, ja, toen ik BMW 5 was, weet ik nog. Dus dat was ik volgens mij 10. Jij was toen 9. Dat kan niet. Maar goed, hoe dan ook. Ik zat toen best op de boer. Ik had nog wat zakgeld. En daarvoor heb ik voor jou, alleen voor jou, zo'n computer voor een FIFA spel voor op de computer gekocht. Hebben wij die nog steeds? Die hebben we nog steeds, ja, FIFA 08. Die gaat alleen verrekt langzaam op onze computer, heel vreemd. Heel vreemd. Vandaar maar computerspelletjes die van FIFA en zo, zeg maar 6 euro of zo. Deze is zeker 10 euro. Ja, de nieuws, als die nieuw is, dan is het vaak. Ik ga die zelfs sluiten. Geen zin. Mag het niet? Nee, niet van achter. Niet zo ver van achter. Krijg je gelijk rood. Oh, ben al een dino. Dus ga even de trap van FV Centerparks. Centerparks. Ik speel degene die Golden Goal heeft gemaakt in de WK finale. Oké, zit ik nou wel met het goede doel te rijden of niet? Nee! Je moet naar links. Rechts. Dit is nou waarom ik nooit geleerd heb hoe voetbal moet. Ik weet wel de spelregels, maar ik weet gewoon niet. Bam! Huppakee, kijk, check. Wow, yo! Hoe ging dat nou ook alweer? Klasgenoot van mij, Jelle, die doet dat vaak. Wow, yo! Of zo. Nee, die. Snijder speelt. Oh ja, fantastisch! Dat is waar ook, Snijder speelt tegen Inter. Snijder? Ja, niet de volgende, je bent de keeper. Oh. ik was ook niet aan het rennen. Nou, aanlopig. Ik was gewoon niet aan het lopen. Ik hield me even stil. Oh ja, wat was dat? Zeg dat! Wacht even. Homo. Ja, even hoor. Kijken. Kijk even. Gewoon zo. En ik doe gewoon zo en dan valt die kuit om en dan is het ook nog overtreding. Nou goed, je moet niet bewegen liefst. Nou, nu zijn je veel te veel naar voren. Shit! Ik heb zoveel geluk gehad gewoon. Oké, okay, paasje. Paasje. Oh, ah, jammer. Sorry, ik ben weer voor de. Paasje, nu. Zo, oké, okay, mooi. Netjes. Goed. Dit gaat goed, we zijn al meteen hier. En natuurlijk gaat het fout. Grappig dat het altijd zo bij voetbal gaat, hè? Het gaat gewoon één keer goed of het gaat gewoon één keer helemaal fout. Of dus het gewoon de hele tijd af. Maar het gaat nooit anders. Ja, maar dus is ook geen tussenin. Ik zit niet te sprinten, hoe kom ik zo snel? Dat is gewoon sprinten. Ik kan als rijdeloos. Wat de? Huh? Oh, wacht, ik zit mijn handen zo te houden van het kukkelen. Wat doe je? Nou, even kijken. Herhaling, ja leuk. Dat zie je ook. Kijk, hij pakt hem. Dan tikt hij hem weg. Gooit hem heel ergens in. Ja, het gaat goed. Joh. Oké, wacht even hoor. 8 minuten. Oh, je was een bal. En met een bal! Oké, ik zet de camera even goed te zetten als je niet erg vindt. Ja, dit is echt niet. Wow! Oh! Die is goed. Ik ga dit echt gewoon lekker bewerken. Ah, buitenspel. Buitenspel. Ze verzinnen het ook gewoon, hè? Ja, kijk dan. Zo'n stuk. Zo. Buitenspel. Buiten de hel. Ah! Uitspel. We hebben gewoon geen zinnig commentaar. Nee, ik heb wel dat Jode lied, maar. Hoe zijn ze ooit aan die naam zijn gekomen? Ik weet dat die nog niet zo lang is, dat lied, dat ze zo zeggen. Jode Latte! Zeg dat! Dat is eigenlijk gewoon niet een liedje. Ik heb ook een andere, maar die is gewoon grof. En de. Nee, heb je nog geen zin in. Een beetje te grof. Geen zin om te vertellen. Weet je? Ik heb hem aan jou verteld. Wat past hij daar? Oh. Ik hoef hem niet. Ik heb zin om dit gewoon vet grappig te bewerken. Dat mag ook. Dan zullen jullie hier gewoon een leuke fanparty van maken. Ja, jullie hebben misschien al een special effect gezien als jullie dit doen.
Maar wij zitten nu te filmen, wij zien niks speciaals. En ik kom nu pas achter dat ik echt ga bewerken. Ik weet niet. Je weet het niet. Wow! Shit! Tijd voor je zus, het boek! Het is tijd voor je zus, het is tijd voor je zus, het is tijd voor je zus. Nee, ik heb gewoon geen zin. Weet je wat we wat kunnen doen? Bam! Misschien aan het eind van die wedstrijd even vast alle goals of wel zijn herhaling. En ja, dat laten we gewoon wel zien. Dat... Wat doe je? Het is nu de helft van de wedstrijd. Nee, ja, het fluitje gaat bijna. Maar ik bedoel de part. Ja, serieus, het fluitje gaat nu af. Oh nee, het gaat niet af. Dat is toch beter om bij de helft te stoppen? Ja, dat was ook de bedoeling. Nee, buiten! Ik stap gewoon hier en ik klaar. Het is genoeg. Jor heeft net even papa, we zijn aan het filmen. Haha! Dan een Dino, dus ga je even de trap van LFP Centerpark. Centerparks. Zit hij nou wel naar het goede doel te rijden of niet? Nee! En koud. Als hij los. Wat de? Dit is echt niet. Wow! Ik heb zin om dit gewoon vet grappig te bewerken.